Wij zitten met zo weinig loodjes in het potje dat we geen schijn van kans maken om eruit gevist te worden. Want de grote rederijen hebben heel veel loten. Die kunnen gewoon 10, 20, 30 loten makkelijk kopen. En ja, zo is het dus. Ja, worden alle salonboten worden benadeeld. En het was juist te doen dat die salonboten zouden blijven. Ja, we maken geen schijn van kans. En dit is je levenswerk. Ja, mijn hart huilt. Het is gewoon verschrikkelijk dat dit gebeurt. En ja, gooi dan de markt open. Als er Europa zegt, je mag geen gesloten markt hebben. En daarom doen ze dit, het herverdeling van vergunningen. Dus als ik het niet, het loodje win, dan wint iemand anders het. Zo willen ze zogenaamd dan ondernemers een kans geven. Maar het is corona. Hoe kan je een veel loten kopen als je geen geld hebt? Want we hebben allemaal, ja, we zitten allemaal in te teren op ons geld. Dus boten nieuw bouwen kan je ook niet doen. Nou, die grote rederijen kunnen dat wel allemaal, want die hebben enorme reserves opgebouwd van dat varen. Dus ja, wij hopen echt dat de gemeente, er is nu een vergadering, en daarom zijn we met z'n allen bij elkaar gekomen om te toeten, toetenmoment. En ook gesprekken met de gemeente, dat ze zien hoe erg het is als deze prachtige vloot weggaat uit Amsterdam. Hè. Voor de Amsterdammers is het verschrikkelijk. Nou, zoals je ziet zijn we hier bij mevrouw Femke Halsema. Zij woont daarboven. En nou, aan mevrouw Halsema wil ik vragen, wilt u alsjeblieft voor zorgen dat dit niet gebeurt, dat de boten moeten stoppen met hun werk in Amsterdam. Maar geef de markt vrij, daar zijn we niet bang voor. Dat is veel eerlijker dan dat nu de kleine salonboten allemaal moeten stoppen in plaats van het... grote rederijen aangepakt zouden worden wij nu aangepakt. En wij moeten ook een kans krijgen. Dus gooi de markt open, dan is het probleem opgelost.